7 januari, precies om 3 uur, werd de eerste vaccinatie tegen COVID gezet bij IC-verpleegkundige Reinier Barry van ziekenhuis Amsteland. Hij is de eerste van de ongeveer 120 medewerkers van het ziekenhuis die de komende dagen gevaccineerd zal worden. Het komt in de geschiedenisboeken. Toch? Heb je alles ingevuld? Ja. Ja. Het voelt nog goed. Ik spuit hem in. Oké. Okay. Hi. Voel je daar nog iets bijzonders van? Nee, prima. Goed. Ziet er goed uit. Yes. Prachtig. U voelt zich ja. goed? Ik voel me goed. Ja. Voelt u zich ook veilig nu ineens? Ja, zeker. Zeker. We zijn er heel blij mee als ziekenhuis. Er is zeker veel aan vooraf gegaan. Het is natuurlijk eigenlijk echt in storm en kokend water is dat natuurlijk besloten. Hè? Afgelopen zaterdag hebben we het bericht gekregen dat inderdaad de mensen op de IC, de spoedeisenhulp en de cohortafdeling in aanmerking kwamen voor een vaccinatie. Dus ja, met heel wat richtlijnen, hè, want er zijn echt maar een beperkt aantal vaccins. Voor ons ziekenhuis zijn het er ongeveer 140. En dat betekent dat er maar heel weinig mensen gevaccineerd kunnen worden. Wij hebben zeker intern keuze maken. Ja, het zijn echt mensen die echt dagelijks blootgesteld worden aan cohortpatiënten. Die hebben recht op een vaccin. En zelfs verpleegkundigen die maar enkele diensten draaien, vallen helaas buiten de boot. Maar die kunnen wel blijven werken? Die gaan zeker blijven werken, zeker. Absoluut. Het voelde goed, voelde prima. Ik heb even getwijfeld. Maar ik ben over de streep gegaan door uitleg van een van onze intensivisten, Micha Barnas, en door Gommers. Ja. Maar ik ben helemaal om en het voelt goed. Ik hoop dat iedereen snel gevaccineerd kan worden. En het is goed voor de verantwoordelijkheid van mijn patiënten en mijn collega's. Voelt anders. Voelt niet. Je voelt alleen als het stofje naar binnen gaat. De vloeistof naar binnen. Ja. En want u moet over een paar weken moet u opnieuw geprikt worden. Ja. Dan, iedereen krijgt 2 injecties. Ja, klopt. Binnen nu en 3 en 6 weken. Ik geloof maximaal 6 weken. Ja. En nadat u geprikt was, wij stonden hier op u te wachten en u kwam maar niet. U bleef een kwartier weg. Je moet even een kwartiertje wachten om te kijken of je niet onwel wordt, bijvoorbeeld. Kijken of je niet een eerste reactie krijgt. En het ziet er goed uit? Ziet er goed uit. Wanneer zijn jullie klaar met jullie mensen vaccineren? We hebben 3 dagen waarop gepland zijn. Dus we zijn vandaag gestart tot en met zaterdag. En dan gaan we ervan uit dat iedereen die er recht op heeft gevaccineerd is. Ik hoop natuurlijk dat we hierdoor allemaal wat sneller van alles weer kunnen doen. Bijvoorbeeld reizen. Dat zou mooi zijn. Ja, ik reis graag. Dus. Laten we hopen dat we snel weer er vanaf zijn.